Hallo allemaal en hier zijn we weer. We gaan vandaag deze, wat is het? Deze, meestal is het een beetje een soort van grot, gaan we ontdekken. Blijkbaar kunnen we hier naar binnen door herhaaldelijk op eten drukken, dus hier gaan we. En we zijn binnen. De vorige keer konden we niet naar binnen, want toen zagen we deze, maar dat was geen ingang. Maar het is ons uiteindelijk toch gelukt via een omweg om er toch te komen. Kijken of we hier wel verder kunnen komen, want de vorige keer bij de vorige grot kwamen we niet heel ver. Aangezien we ergens niet onderdoor konden zwemmen. Maar wie weet, kunnen we dat hier wel. Mocht zijn dat het niet is, dan weten we dat ook. En dan komen we gewoon nog een keertje terug. Het ziet er wel weer echt heel gaaf uit. Elke grot is weer ook helemaal andere. Net wat andere sfeer en thema. Dus dat is wel super gaaf gedaan. En daarbij ziet deze game er natuurlijk gewoon geweldig uit. Wat hebben we hier? Wat money. Altijd welkom. En we kunnen hier door een smalle gleuf. Oké, dat is goed. Ja, dat denk ik ook. Dat is namelijk meestal het geval. Onze uitrusting is wel een stukje verbeterd. We hebben een nieuwe boog, zoals jullie kunnen zien. En deze hebben we ook al een tijdje, maar die is nog steeds wel goed. We hebben echter niet meer zoveel kogels, dus die moeten we misschien wel binnenkort aanvullen. Of gewoon wat zuiniger aandoen. Gezien we de laatste tijd toch best wel YOLO zijn gegaan. Zo, dit ziet er inderdaad echt gaaf uit. Oké, hier gaan we te zoen. Hier hebben we ook nog iets. Ik zag tenminste daar toen verderop al wat glimmen. Dus laten we dat eens even pakken. Dat moet hier ergens zijn. Krijgen we weer wat X-points en wat doekjes. Geen idee wat we aan hebben. Volgens mij weer onder andere voor het maken van medicijnen. Hier hebben we nog... Wow, wow, wow. Ja, hier liggen allemaal lijken of zo. Allemaal botten en dingen. Niet heel gezellig. Dat is één ding dat zeker is. We kunnen hier wel ons kamp maken. Dus laten we dat even doen. En we kunnen niks upgraden of iets. Dus daar hoeven we verder ook niet al te veel tijd in te besteden. Deze kunnen we even oppakken. We zijn wel bijna level omhoog. Dat scheelt niet veel. Misschien zelfs wel na het pakken van dit. Ons Grieks is in ieder geval level 4. Holy crap, dat gaat aardig de goede kant op. En dit ziet er nou uit alsof we hier weer heel ingewikkelde puzzels moeten gaan oplossen. Daar kunnen we iets doen met touwen. Oké. Oké, het gaat niet helemaal gelijktijdig. Daardoor zouden we wel op de een of andere manier naar boven kunnen komen, dus dat is goed. Eerst even de rechts ontdekken, wat we allemaal hebben. En dan gaan we vervolgens het plan van aanpak maken. Kijk, we zijn weer een level omhoog gegaan. En dat door voornamelijk gewoon wat dingen te zoeken. En hier hadden we ook nog iets te doen met een boom. Oh, dat zijn gewoon mushrooms, oftewel champignons die we hier kunnen oprapen. We hebben hier ook nog allemaal constructies met touwen. Die we omhoog en omlaag kunnen doen. Interessant, interessant. En hier nog een kabelbaan. En hier zag ik ook nog wat glinsteren. Oké, wat ik denk wat we moeten doen. Is hier naar boven gaan. Vervolgens die hendel overhalen. Die we hier zagen. Juist, dan gaat dat ding omhoog. En dan is het nu tijd om te swingen. Naar dat ding toe. En hier naartoe te jumpen, denk ik. Ik denk dat dit het is. Oké, grote jump. Hop, net op tijd. Hier ligt ook nog van alles beneden. Wat is dat? Een kar die we zouden kunnen duwen. Misschien hebben we dat later nog nodig, want wat is hier de bedoeling van? Oké, hier moeten we ook weer sowieso iets omhoog krijgen. Ik ben echt bang dat we dat niet van bovenaf kunnen doen. En ik denk dat ik al wel weet hoe we dat moeten doen, maar dan moeten we toch echt weer naar beneden. Als we deze even iets achterhalen.
staat er nooit voor niks. Oké, en dan hoopte ik eigenlijk dat we iets met dat touw konden doen. Wat hebben we nog meer allemaal? Daar hangt nog een touw. Daarboven een nestje, daar hebben we niet heel veel aan. We moeten hier iets mee doen. Met dit touw. En ik dacht daar aan vastmaken. Nee, dat is niks. Kunnen we deze aan elkaar vastmaken of zo? Ja, dat is denk ik wel iets. Die zitten nu aan elkaar vast. Oké, wat is het volgende? Want nu willen die natuurlijk een soort van op gaan hijsen. Loopt daar een heel systeem. Wat in draaiing gezet moet worden. En hoe gaat dat draaien? Misschien op het moment dat we het weer activeren, het systeem. Laten we eens even kijken. Oké, dus die gaat omlaag. Die gaat naar beneden. Dat boven ziet er inderdaad naar uit dat dat begint te draaien. Oh, wat? Oké, nee, dan moeten we echt veel te snel zijn. Dat gaan we echt niet halen. Of we moeten het systeem vanuit hier weer kunnen activeren. Laten we nog eens daar gaan kijken. Want hij ging daar net omhoog. Dat was goed. Kunnen we hier nog wat doen? Nee. We moeten sowieso iets met die auto doen. Die staat er echt nu voor helemaal Jan Piet Snot. Wacht. Als we dat activeren en dat ding gaat omhoog. En we maken dat op de een of andere manier hieraan vast. Want we kunnen het niet meer verder duwen, toch? Nee, we kunnen het alleen nog maar terug. Maar dat willen we niet. Weet je wat? Ik ga het gewoon proberen. Dus mijn idee is, als we dit omlaag halen. Dan komt dit omlaag. Kijk. Oké, gelukkig. Die staat vast. Ja, je moet gewoon echt in deze game van alle opties die je hebt gebruik maken. En nu blijft hij tenminste staan op het moment dat wij opklimmen. Dan kunnen we hier naar de overkant. En nu kunnen we eindelijk wel gebruik maken van dit ding. Oké, en dan kunnen we hier aan vastklemmen. Ja, gelukkig. Kunnen we hier helemaal naar rechts. Blijkbaar moeten springen. Dat ging gelukkig goed. En dan zijn we denk ik wel. Ja, daar zie ik het al staan. Oh, daar klom ze op de een of andere manier best wel moeizaam op. Kijk eens aan. Allemaal weer goede beloningen. Zo wordt onze map weer bijgewerkt. Deze kunnen we natuurlijk ook oprapen. Er zijn nog andere dingen. Die we over het hoofd hebben gezien. Ja, oké. Daar hebben we alles gepakt wat we konden pakken. En dan sluiten we af. Met deze te pakken. Waar het natuurlijk allemaal om draait. Meestal krijgen we dan een soort van upgrade. Waardoor we weer ietsje beter worden. Een oude codex. Looks to be a treatise on the connection between the body and the mind. Kijk, nieuwe vaardigheid. Snel herstellen. Verzorg wonden sneller met verband tijdens het herstellen. Houd V vast om van wonden te herstellen. Oké, dus dit is handig. Mocht het nou zijn dat we bijna neergaan. Dan kunnen we toch op deze manier heel snel onze levens bijkrijgen. Laten we hier naar beneden gaan. En dan hebben we dus deze graftombe opgelost. En wat wel heel opvallend was, was dat deze wel echt veel sneller ging dan de rest. Ik weet niet of we dit moeten wijden aan dat mijn intelligentie aan het toenemen is.
Dat lijkt me namelijk zeer sterk. Maar misschien dat deze gewoon wat makkelijker was. Dat kan natuurlijk ook altijd, hè. We gaan in ieder geval weer terug naar waar we vandaan kwamen. En dan zullen we eens even kijken. Want we waren eigenlijk op missie gestuurd. Side missie. Waarbij we nog twee hertenhuiden moesten gaan verzamelen. We hadden er al twee. En we moesten vier in totaal nog. Dus er is nog twee te gaan. En volgens mij, als we gaan kijken naar de map, is hier inderdaad een plek waar herten zich bevinden. Dus dan gaan we daar gewoon even op zoek. We hoeven als het goed is maar eentje te killen, dus dat is niet heel veel. En dan kunnen we daarna weer terug gaan naar het kamp. Om daar de side missie in te leveren. Meestal met die side missies, dan krijg je beloningen voor je wapen. Zodat die weer, ja, toch net wat sterker worden. Ik heb trouwens nog niet de ability gebruikt dat ik twee pijlen tegelijkertijd kan schieten. Misschien moet ik daar nog een keer naar op zoek gaan. Hoe dat precies werkt. Eerst maar eens even die herten gaan killen. Stapje voor stapje. En dan komen we wel, ben ik van mening. Oké, we waren aardig goed bezig. We kunnen nu hier nog naar beneden. Dat is misschien wel handig om te doen. Juist, dan kunnen we... en kunnen we misschien al een hert zien? Zou namelijk zomaar kunnen. Dat niet. Zolang we de high ground blijven behouden. Lara, I'm sorry if Sophia was less than welcoming. I understand. I'm just glad you were there to vouch for me. My people have spent decades fighting outsiders. It's not an easy habit to break. See if you can lend a hand with the preparations. A little hard work would go a long way towards building trust. I'll see what I can do. Okay, dit is wel gaaf gedaan. We hebben hier dus een beetje de high ground. Dat moet misschien het jagen wat makkelijker kunnen maken. Daar zie ik al zo'n konijntje hangen. En daarbij kregen we altijd de opdracht om die door te snijden. Kunnen we hier nu opklimmen op dat touw? Ja. Oh, daar loopt een hert. Die moeten we killen. Oké. Laat hem even in de gaten houden, want waar ging hij naartoe? Hij ging die kant op. Ik weet niet meer precies waar die is. Oh my god, daar viel ik bijna naar beneden. Waar is dat beest nou gebleven? Is toch niet gevlucht, hè? Dat zou echt shit zijn. Oké, deze even openbreken. We moeten ook niet vergeten dat konijntje. Drie van de vier onderdelen al gevonden. Deze moesten doorscheuren. Oh, het konijntje valt natuurlijk weer net naar beneden. Maar dat is wel goed. Ik weet niet waarom, maar dat is een soort van side missie. Het hert liep daarnet hier ergens. Toen ben ik hem eerlijk gezegd uit het zicht verloren. En ik zie hem nu ook echt niet meer. Dus we moeten denk ik nog een klein stukje door. Oh, ik wilde aan het touw vastklampen. Kan ik nu nog wel hier naar boven komen? Oké, dat gelukkig wel. Ik zie daar al gasten lopen. Die lijken bij ons te horen. Wat we hier over deze stam. Horen zij niet bij ons. Jawel, wel, wel, wel. Is dat een hert? Dat is zeker een hert. Oké, gelukkig. Dat was het hert wat we zochten. Dus die kunnen we gaan looten. En dan zouden we de side missie in kunnen leveren. Maar ik heb het idee dat we nog wel terug gaan komen. Of moeten we dat toch maar eerst even doen? Ja, dus die is klaar. Oh, hier is nog een hert. Wow, lekker headshot. Maar was blijkbaar niet voldoende. Je moet echt die pijl helemaal opladen volgens mij. Nu vinden we natuurlijk gewoon weer opeens veel te veel herten. Oké, dus wat hebben we hier? We hebben hier de side missie die we in kunnen leveren. En we hebben hier missie die we kunnen starten. Laten we eerst even snel inleveren. Ik weet niet of het heel lang duurt om daar te komen. Wow, wacht. Hier ook nog een grot. Er is altijd weer zoveel te vinden in deze game. Wel in de gaten houden. Oh jongens. Weer een beer. Even weer gif arrow. Die zijn nu wel op. Dus nu moeten we toch echt alles met de pijlen gaan doen. En hij is neer. Oké. Laat ik even pijlen bijmaken. Want ik heb het idee. Oh nee, we hadden nog aardig wat. We maken nu wel telkens 7 per keer. En ik heb ook een idee dat we aardig goed nu door hebben hoe we deze pijlen bij moeten maken. Dus dat is altijd fijn. Of tenminste, en hoe we deze beer ook moeten killen. Want die poison arrows die doen volgens mij aardig wat damage.
Maar ze worden toch ook wel sterker. Deze zal ik dus ook wel even bijmaken. Kan ik er nog eentje? Nee, die is dan in één keer vol. Oké. Verder nog iets hier? Nee, dat was het wel een beetje volgens mij. Hier nog wat money. Of wat is dat? Of is dat gewoon... zou misschien ook wel een beetje gekke plek zijn. Weer wat champignonnen. Voor die gif arrows. Hier lag ook nog iets volgens mij van champignonnen. Ja, we kunnen het net zo goed even oppakken. Is dit echt het enige? Ja, ik denk het wel. Oké. Altijd natuurlijk even dubbel checken. Want je weet het nooit in deze game. Dit vind ik altijd wel echt heel knap gedaan. Op het moment dat je zo'n donkere plek uitkomt. En dan weer ergens zo in een, op een lichtere plek komt. Dan ziet het er zo mooi uit. Dat licht. Echt wel heel knap gedaan. Dit laddertje even op. En dan gaan we deze sidequest inleveren. Dat is de bedoeling. En dat was hier direct boven. Dus dat is ook niet heel ver. En meestal krijgen we daar een goede beloning voor. Laten we met hem gaan praten. This should be everything you asked for. Good, good. Leave some of the supplies in the basket there, and we'll finish the repairs. But I need you to bring the rest of the supplies down to the tower by the lakeshore. When you're done, meet me back here. Oké, leg de grondstof in de mand, maar we waren blijkbaar nog niet helemaal bezorgd. Grondstof aan de tweede toren, waar is dat? Oké, helemaal hier verderop. Nou, dan gaan we eerst even verder met de main missie. En dan proberen we het zo gewoon stapje voor stapje op te lossen. Hier kunnen we in ieder geval naar beneden sliden. En dan toch maar even kijken. Het zag eruit alsof er een soort van bijeenkomst was. Met alle militairen achter iets. Als je het zo kan noemen. En dat was daar een klein stukje verderop. Want als ik ze op hun richt, normaal zou het... Ja, nee, dat zijn onze vrienden. Wat is hier? Ik heb telkens als ik ergens loop, dan heb ik echt het idee van, oh, dit moet ik ontdekken. Ik heb het al eerder gezegd, maar mochten jullie het idee hebben dat ik het te veel doe. Dan kan ik hier weinig doen trouwens. Laat het me dan weten. En dan zou ik wat meer op de missielijn blijven. Maar tot nu toe vind ik het toch nog erg gaaf om allemaal te doen. Kijk eens wie we hier hebben. Geen bekende, oké. Maar we worden in ieder geval niet tegengehouden. En zullen dus hier eens even gaan kijken wat de meeting inhoudt. We hebben hier ook een vuurtje. Jacob is assembling fighters in the upper village to draw their attention there. The children and those too old to fight will be safely hidden in the Acropolis catacombs. I will go there once things are in hand here. You said they were heavily armed. How can we expect to beat them? The fight will not be won in open combat. They will hit us hard and fast, and we will take losses. They hope to crush us in their initial assault, but we will turn their eagerness into our advantage. This will be a long engagement. If we hope to survive, we must wear them down slowly, strategically. We will bleed them from 100 cuts until they have nothing left. Only then will we be victorious. For now, we light the fires, warn the others in the valley. Today, we win by surviving. Gather as much ammunition and supplies as you can. Hide them in the caves and ruins. When you've completed your duties, rendezvous in the upper village. Understood? Yes! Understood! Good. Now go. The prophet be with you. Greetings. Okay. Ik had verwacht dat we hier... Wow, konden we met hun gaan praten of wat was dat? Laat in ieder geval kijken of we met haar kunnen praten om het een beetje goed te maken. I know you're busy. Trinity is going to be here soon. There's much to do. Oké, interessant. Hebben zij nog opdrachten of zo? Nee, dat niet echt. Maar we hebben wel voor het eerst maken we een beetje mee dat we met iedereen wel kunnen praten. Blijkbaar is hier niet echt iets bijzonders doen. Laten we even ammunition bijvullen. Oké, en dan vervolgens gaan kijken. Want we moesten naar de volgende toren. Die was hier in het vallei. Kunnen we daar op deze manier nog komen? Ik denk het haast wel. Kijk, hier kunnen we wel ons kamp maken. Dat moet niet anders. Juist, dus hier kunnen we wel iets doen. We kunnen inventaris upgraden. Laten we daar eens even gaan kijken.
uitrusting. En dit kunnen we blijkbaar doen. Een grote geïsoleerde opbergtas waarmee je aanzienlijk meer uitrusting bij je kunt dragen. Lijkt me een goed plan. Deze zouden we binnenkort ook al kunnen doen. Alleen we hebben nog flink wat huiden nodig. Misschien moeten we sowieso wat meer gaan jagen. Omdat ik het idee heb dat we telkens eigenlijk worden gehinderd omdat we niet voldoende huiden hebben. Laten we daar meteen even naar jagen gaan kijken. Kijk, de natuurlijke grondstoffen. Dit is misschien een grote hoeveelheid kunstmatige grondstoffen die bij elke bron... Ja. Een huid. Waar hoort dat bij? Is dat natuurlijk? Of is dat kunstmatig? Ik denk dat het natuurlijk is. Anders doe ik die andere ook gewoon nog binnenkort. Maar we gaan even op jacht. En tegelijkertijd willen we natuurlijk ook naar die toren gaan. Dus dat kunnen we gewoon samen even doen. En misschien dat we onderweg nog wat dieren vinden. Ik dacht even dat dat het dier was, maar dat was gewoon een heel duidelijke mens. Die zullen we maar niet neerschieten. Waar is het tweede watchtower? Daar moeten we nog steeds naartoe. Is dat dat? Ik denk het niet. Hier hebben we nog dat hert. Maar die hebben we al gekild. En al de huid van gepakt. Dus laten we nog ietsje verder lopen. Hier is weer een grot. Oké, die konijntjes die geven natuurlijk ook gewoon de juiste upgrades. Ik weet niet of ik hem raakte. Oké, die was in ieder geval wel raak. We gaan gewoon even jagen op kleine konijntjes. Geef ons toch telkens weer één huidje wat we goed kunnen gebruiken. Nee, ik mis hem. Oké, die moet wel raak zijn. Chips. Oké, die was ook raak. Had ik hier nog iets liggen? Ja, ik sta bovenop. Oké, we zijn lekker aan het jagen. Gewoon het een en ander verzamelen. Hier staat nog dat hert. Oké, gelukkig. Ik heb hem nu al gekild. Volgens mij krijgen we daar namelijk altijd 4 huiden van. Daar was nog een hert. In de verte zag ik even snel voorbij komen. Kijk, die is neer. Oké, en ik denk dat dit wel de tweede watchtower is. Dus waar we naartoe moesten. Helemaal goed. Laten we eens even gaan kijken op de map. Nee, dat is nog niet helemaal. Misschien kunnen we wel even met hem gaan praten. Zo te zien krijgen we een nieuwe missie. These invaders have a new tool to threaten us with. Small helicopters piloted by machine. Drones, they tell me. The things don't fight back, but they've got what looks like a camera inside. They're mapping the valley and we're losing our advantage. I've been able to bring a few of them down, but with those weapons I expect you'll have better luck. Will you help? Ja. Oké. Spoor de drones in de vallei op en schiet ze neer. Ik zie er nu al eentje. Oké, dat is wel gaaf. Even iets heel anders. Wel leuk op zich. Gewoon even wat kleine side missies. Gewoon allemaal niet te veel. Maar wel op zich de moeite waard om te doen. We moeten hier nog een klein stukje verder. Het leek ook alsof hier een soort van luipaarden zijn. Exotisch dier in de buurt inderdaad. Hopelijk wordt het niet meer dood. Oké, iets heeft me sowieso al gezien. Daar is hij. Kom op. Juist, oké, ik heb hem gekild. Man, gek beest. Ik hoorde al dat hij achter me aan zat. Ik denk ik moet klimmen. Anders ga ik het niet overleven. Maar de vraag is natuurlijk of ze dat allemaal waren. Oh, hier is nog een drone. Gewoon vlak voor mijn neus. Juist, oké. En dan gaan we even toch eindigen. Wat met de watch? Waar moeten we dan naartoe? Ik dacht dat we hier naartoe moesten. Maar ze laten de hele tijd van die dingen zien. Maar wat bedoelen ze daarmee? Is me niet helemaal duidelijk. We gaan in ieder geval volgende keer kijken hoe we dat gaan oplossen. We zijn aardig goed bezig. Ik wil jullie allemaal weer super bedanken voor het kijken naar deze aflevering. En laat me natuurlijk weten wat jullie ervan vonden.
Dat kan je doen door het duimpje omhoog of omlaag te doen. Of iets te plaatsen in de comment section. En ja, dan zie ik jullie allemaal volgende keer weer. Dan gaan we weer gewoon verder met deze missie. En proberen de side missies ook natuurlijk in te leveren. Nogmaals, jullie zijn de beste. En tot volgende keer weer.